De Olympische Spelen zijn in volle gang. Dit is je dagelijkse RTL Boulevard Brazil Update. Alle Nederlandse vrijwilligers moeten natuurlijk ook fit blijven. En daarom biedt de Atleetfabriek elke dag meerdere trainingen aan op de Copacabana. Ja, wij staan op de Copacabana en wij houden de crew fit. Dus als jij als bezoeker op dag 14 komt, dan moet dat nog steeds een dag 1 ervaring zijn. Terwijl de crew dan toch al 2 weken onderweg is. Dus wij verzorgen het sportgedeelte, het foodgedeelte en mind. En zorgen dat de energie hoog blijft. Wie er ook voor de nodige beweging zorgt is Timor Steffens. Samen met zijn danscrew verzorgt hij spectaculaire shows in het Holland Heineken House. Dus ik heb 24 vrijwilligers een show laten doen. Vond het overigens heel erg spannend, omdat ze voor het eerst op het podium staan. En ik doe ook de clubovergang. Dus waar ik de avond inga waar de DJ's zijn en zo, dan doe ik een show met wat Nederlandse dansers ook. En daar heb ik ook een show voor bedacht en dan doen wij het tot aan de 21ste. RTL Boulevard Brazil wordt mogelijk gemaakt door Heineken.